Het is nou al een beetje bedaard. Ja. Wat wil je zeggen tegen Ma? Maar je zoon is aan de telefoon. Is alles gegeten al? Heb je al gegeten, Ma? Ik ben van hier. Ik heb gegeten. Ja. Is al een kaart gestuurd naar onze Herman? Heb je een kaart gestuurd naar je broer Herman? Ook niet. Waarom niet? Nee. Ben je niet blij dat hij jarig is? Nee, ik heb het niet gehad. Hier zijn allemaal suikers gegaan. Maar het zijn allemaal mensen van de... Jongen, een van de jongens die mishandeld was geworden in Gorkum, die was gisteren op de tv bij die Bo van Dervens. En op dagen staat, de politie heeft de daders in beeld, maar ze pakken ze niet op. Dus ze moeten blijkbaar eerst doden vallen, voordat ze ze gaan oppakken. De daders zijn in beeld, maar ze pakken ze niet op. Hele rare situatie. Oh, en hij stond in de tekst ook, ze hebben beelden. Maar sommigen die beelden neer hebben gezet, waar ze kwaad over. Hoe komen die dingen hier? Wie, wat bedoel je, maar? Laat deze jonge mensen gewoon, wat het ritueel zegt. Moet je die kleuren even zien. Ja, dat lopen ze maar. Maar maak je niet druk. Je moet niet zo hard praten, dat stoort mensen. Wat? Jij praat zo hard, dat stoort ze. Wie? Dat ik hier moest zitten. Wie heeft dat gedaan? Mama. Je moeder is al heel lang dood, dus dat kan niet. Wanneer is ze gestorven? 1991. Bijna 30 jaar geleden, dus. Je oudste dochter, Lisbeth, heeft jou hier geplaatst. Robert wou dat je in Beek kwam, dichtbij hem. Maar Els, je oudste dochter, heeft jou hier geplaatst. Is ze hier naartoe gekomen? Jij. Robert, morgen neem ik weer was mee van Ma. Omdat er weer veel was is. Oh, ja. Is er bij jou nog schone was? Ik weet het niet. Ja, dat is weer wel een gedeelte weer, ja. Maar dan wil ik dat zondag meenemen. Ik wil zondag ook eventjes Sandro feliciteren. Dus, ja, dat is van... Wanneer is mama gestorven? Want dat weet ik niet. Ja, dat weet je wel, maar je bent daar geweest. Je had nog gelezen op de teletext over Australië? Nee. Daar hadden ze twee types opgepakt, maar Nederland met Australië, dus schijnt dat Australië de grootste synthetische drugs exporteren. Ja, het is wat bekend is. Een heleboel is gewoon niet bekend, hè? Dus. Nee, dat...